Over enkele minuten beginnen we hier in Lima bij de klimaattop aan de laatste loodjes. Laatste loodjes van onderhandelingen die waarschijnlijk tot morgenochtend vroeg zullen duren. Die moeten uiteindelijk leiden tot een groot wereldwijd klimaatakkoord in Parijs volgend jaar. En een van de belangrijkste onderdelen van het akkoord van volgend jaar is een opeenstapeling van nationale klimaatprogramma's. En die nationale klimaatprogramma's die door elk land in de wereld moeten worden ingediend, die moeten bij elkaar natuurlijk voldoende zijn om de klimaatdoelen te bereiken. En waar die programma's, die nationale klimaatprogramma's aan moeten voldoen, daar wordt vandaag over onderhandeld. Wat zijn de voorwaarden daarvan? Wat mij betreft moeten ze duidelijk zijn, moeten ze transparant zijn en moeten ze vooral eerlijk zijn, want niet elk land kan evenveel bijdragen. Dat zijn de belangrijkste elementen van de onderhandelingen hier. En die bij elkaar, als we het daarover eens zijn, kunnen we volgend jaar in Parijs echt tot een groot, alomvattend klimaatakkoord komen. En maken we eindelijk weer de voortgang op klimaatgebied waar we al zo lang naar uitkijken.